Nathan? Nathan? Wat moeten we toch met jou aan? Je zult wel moe zijn van steeds weer dezelfde preek, dat ben ik ook. En nu moet je weer het hele weekend bij mij blijven, terwijl de anderen lekker vrij hebben. Kan me niet schelen. Ja, en dat is nou precies het probleem. Waarom ben ik de enige die straf krijgt? Omdat jij begon met vechten. Hij gaf mijn boek niet terug. Die boeken moet je ook in je kamer laten. Het is gewoon je eigen schuld. Dat geeft hem niet het recht om het te jatten. En dat geeft jou dan zeker wel het recht om hem te slaan? Nou, het ging niet alleen om het boek. Wat nog meer dan? Niks. Vertel het wel bij de biecht. Maakt niet uit wat ik zeg, maar je lijkt steeds weer voor hetzelfde verkeerde pad te kiezen als je broer. Zo zonde. Sam! Omhoog en eromheen. Okay, kalm en rustig. Is het niet uw taak om zulke jongens te helpen? En moet ik dan de andere jongens die aan mij zijn toevertrouwd verwaarlozen? Wat wilt u dan dat ik doe? U weet hoe ik erover denk. Ik wil hem nog een kans geven. U kunt het niet blijven uitstellen. Luister, ik zal morgen met hem praten. Oké? Weltrusten, eerwaarde. Weltrusten, zuster Catherine. Nathan. Jij zit flink in de nesten, jongeman. We zijn er bijna. Sam? Oeh, je weet toch dat je altijd moet opletten? Oké. Heet het goed je weer te zien, broertje. Wat is dat? Kom op, alweer. Het is niks. Je had beloofd om niet in de problemen te komen. Maar hij zei nare dingen over ons. Dus?
Hij zei dat pap ons hier dumpt omdat we niks waard zijn en dat mam in de hel is omdat... Nathan, kom op. Dat zeggen ze gewoon om je uit de tent te lokken, oké? Je moet er gewoon scheid aan hebben. Wat zou jij doen dan? Ik zou vooral niet doen wat ik zou doen. Hier. Niet ziek worden, broertje. Oké. Maar wat kom je hier eigenlijk doen trouwens? Als de nonnen je zien, bellen ze de politie. Nou, ik heb iets voor je. En dat kan niet wachten tot kerst. Wat dan? Het is daar buiten. Ik mocht toch niet in de problemen komen? Nou, dit is een uitzondering. Mooie sprong. Kom op, hier. Man, jij weegt ook niks. Heb je wel genoeg te eten hier? Wat is het rustig hier? Waar is iedereen? Een één of ander bijbel kan. Ken ik nog wel, ja. Hoe gaat het eigenlijk met vader Daffy? Hij is de enige die deugt hier. Je moet hem eens opzoeken. Nee, dan voel ik me alleen maar schuldig. Deze kant op. Dat was makkelijk. Kom op. Je had hem niet vastgezet. Jawel. Ik dacht van wel. Maakt ook niet uit. We gaan gewoon bovenlangs. Bovenlangs? Volg mij maar gewoon. Let. Oh. Wow. En nu gaan we bovenlangs. Heb je dit eerder gedaan? Een paar keer. Hier, kom op. Nu jij. En wat doe jij zoal? Een beetje werken. Ben je nog steeds met dat meisje? Wie? Crystal. Soms wel, soms niet. Maar op dit moment even niet. Niet over nadenken. Gewoon doen. Ik heb je. Zie je? Niks aan de hand. Ja. Stelt niks voor. Nee, blijf bij mij. Best wel cool, hè? Ja, zeker weten. Hey, hierdoor. Kom eraan. We moeten zo springen. Oké. Gewoon in het midden blijven. Rustig aan. Zonde? Ik denk het wel. Klaar, Tarzan? Ja. Oké, ga je gang. Uitzicht, hè? Ja, niet slecht. Ben je hier wel eens eerder geweest? We doen het specifiek op dit dak? Nee. Maar je weet toch wel waar je heen gaat? Nou, ongeveer. Oké, wacht hier en kijk wat ik doe. Oh.
jouw beurt. Oké, ga je gang. Oh shit! Ik heb je! Kom op! Kom op. Het is me gelukt. Ja, tuurlijk joh. Oké, volg me. Weet je wat? Waarom probeer jij het niet eens een keer? Echt? Ja, echt. Ik kom achter je aan. Oké. Okay. Zo, ja, nee. Daar gaat hij. Makkie toch? We zijn eruit. Oké. Kijk hier eens. Huh? Wow, je hebt de 250? 250? Wat denk jij nou, man? Nee, dit is de 500cc Twin. Echt waar? Ja. Waar heb je hem gejat? Wow. Dat is niet aardig. Want geloof het of niet, ik heb mijn leven gebeterd. Gekocht met zuurverdiende centjes. Hier, kom op. Ga zitten. Wat? Dit soort dingen doe je altijd alleen maar als je iets goed te maken hebt. Jij bent slimmer dan goed voor je is, weet je dat? Oké. Ik heb een klusje. Betaalt goed. Echt heel goed. Maar ik moet wel even de stad vooruit. En wat is even? Een jaar. Echt maximaal. Dus eigenlijk ben ik alweer terug voordat je het weet, oké? Je laat me in de steek? Ah, kom op, doe niet zo dramatisch. Alsof het nog niet erg genoeg was dat je me daar achterliet. Hoe kun je me dit aandoen, Sam? Hé, ik doe het voor jou, ja? Ik verdien genoeg voor ons allebei. En dan over een paar Wat, jaar als je daar... Wat, een paar jaar? Ik wil met je mee. Ja, ik kan amper voor mezelf zorgen, man. Ik hoop mee. Ik weet dat je het daar vreselijk vindt. Ik heb geen idee. Ja, maar er is nu even geen andere oplossing. Oké? Echt waar, vertrouw me dan maar. Het is niet eerlijk. Nee. Alsof ons leven ooit eerlijk is geweest. Maar het kwam altijd goed. Toch? Tuurlijk. Nou, weet je, die motor was niet de enige verrassing. Nu kan ik de volgende ook wel verklappen, denk ik. Wat dan? Ik heb de spullen van Ma gevonden. Alles wat Pa heeft verkocht, ik heb de koper opgespoord. Als je dit alleen maar zegt om me op te vrolijken... Nee, echt niet. Waar dan? Andere kant van de stad. Hé, wat denk je? Zullen we het ophalen? Je bedoelt stelen? Het is toch geen stelen? Het is gewoon van ons, toch? De politie denkt daar vast heel anders over. Nou, dan moeten we ons niet laten pakken. Ben je er klaar voor? Oh ja.